wij hebben gekozen vandaag om voor kinderen wat te doen. Omdat we ook gedacht hebben, kinderen hebben in de coronatijd toch best wel wat last gehad van alle maatregelen die er zijn. Ze hebben niet naar school gekund, ze hebben niet kunnen gaan sporten. Dus ze hebben een klein beetje in een isolement thuis gezeten. En wij vonden dat ze wat verdiend hebben. Dat is eigenlijk hartstikke mooi dat goed gegaan is allemaal. En we zijn heel blij dat ze weer kunnen gaan sporten, dat ze weer naar school kunnen. En, maar we wilden wel de kinderen even bedanken en ja, daarmee ook een attentie geven. Dat is eigenlijk de reden waarom we hier vandaag staan. Ja, ik ben best wel blij dat ik iets heb gekregen. Want ja, het is wel leuk dat je iets krijgt. Want we hebben natuurlijk best wel lang binnen gezeten en we niet mogen sporten en zo. En dan is het wel leuk als je dan zo'n verrassing krijgt. Ja, het is als je kijkt, een evenement zoals dit, tenminste wat in de eerste instantie als een evenement werd aangekondigd. Wat toch wel iets deed met de mensen in het gemeentehuis. Wat gaan we hier krijgen? En dan uiteindelijk hoe efficiënt men het aanpakt. En dat iedereen hier met kleine clubjes komt, iets krijgt, een herinnering krijgt. Ik heb net al gezegd, ja, de dag van de kampioenen is er niet meer. Maar dan kregen we ook 400-500 kinderen eigenlijk op het podium. En allemaal blij, allemaal feest. En ja, dat is het niet meer. Maar als ik dan dit vandaag zie, dan denk ik, ja, de heel sport en boksen komt toch weer hier. Op een manier waarop het kan. Ja, daar kun je er maar blij van worden. Ja. Nou, leg eens even uit, wat is dit? Dit is chocola. En wat staat erop? Je bent super. En hoe heet jij? Jasper. Waarom is Jasper zo super? Nou, omdat ze heel erg goed, niet alleen Jasper, maar zijn hele team en alle jongens en meisjes van ODC heel goed hun best hebben gedaan bij het voetballen. En ja, het was natuurlijk heel jammer dat ze niet mochten sporten en niet naar school mochten. Maar dat hebben ze wel allemaal heel goed gedaan en goed hun best blijven doen. En nu zijn ze blij dat ze ook weer mogen sporten, hè? Ja. En waarom ben jij zo super? Dat weet ik niet.